Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza opgenomen op dinsdag 7 augustus. Het wordt de warmste dag van de week. Het wordt zonovergoten en de temperatuur loopt hoog op. Op de meeste plaatsen wordt het gewoon tropisch. In de loop van de ochtend is het al zo'n 23 tot 29 graden en zoals gezegd, er is veel zon en nauwelijks bewolking. De wind die waait uit een zuidelijke richting en is overwegend zwak. Vanmiddag wordt het dan zo'n 31 tot 37 graden. Aan zee steekt wel een zeewind op en die zorgt voor enige verkoeling. In de avond neemt vanuit het zuiden de kans op een stevige onweersbui toe. Er is dan kans op hagel en zware windstoten. En ook vannacht trekken er nog een paar onweersbuien over het land. Morgen in de ochtend nog een aantal buien, in de middag klaart het op de meeste plaatsen op. De temperatuur ligt dan tussen de 24 en 29 graden. Verder waait er een matige wind uit het zuidwesten, die aan zee af en toe vrij krachtig is. En de dagen erna is het wisselvallig. Vooral donderdag valt er flink wat regen. Vrijdag en zaterdag kan er hier en daar een bui vallen. De temperatuur die daalt naar zo'n 21 tot 25 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.